Aan de basis van ons denken en handelen ligt een diep geworteld materialistisch wereldbeeld. Materialisme wordt doorgaans gedefinieerd als het streven naar bezit. Je bent materialistisch wanneer je erop uit bent om zoveel mogelijk spullen te bezitten die voor jou van waarde zijn. Dit streven is echter slechts een oppervlakteverschijnsel van de dieper liggende wezenlijke betekenis van het materialisme. In de kern is het materialisme de overtuiging dat wij zelf en de wereld waarin we leven bepaald worden, dat wil zeggen gevormd en begrensd worden, door die krachten en structuren die besloten liggen in de symboliek van het getal 2. Dit vereist enige toelichting. De meeste mensen beschouwen getallen enkel als middel om te tellen of te rangschikken, dat wil zeggen om kwantitatieve verhoudingen, hoeveelheden mee uit te drukken. Of het nu gaat om het aantal kinderen in een gezin, of het soortelijk gewicht van een bepaalde stof. We zien getallen in de eerste plaats als hulpmiddelen om te tellen, meten, wegen, ordenen enzovoort. Dat een getal ook een bepaalde kwaliteit belichaamt, drager is van fundamentele concepten die ten grondslag liggen aan ons denken en de manier waarop wij in de wereld staan, is velen niet bekend. De 1 is gezien vanuit deze optiek geen teken om uit te drukken dat er van iets slechts een enkel exemplaar is, maar drager van het idee eenheid, ongedeeldheid, zelfgenoegzaamheid. De 2 staat hier lijnrecht tegenover en drukt een veelheid aan onderling samenhangende concepten uit, waaronder scheiding, tweedeling, verdeeldheid, ik, ander, hier, daar, toen, nu, dan. De symboliek van de 2 vormt de basis voor onze overtuiging dat we te midden van andere mensen op een planeet wonen die met een duizelingwekkende snelheid door een universum kruist. Een universum dat lang geleden ontstaan is uit een toevallige oerknal en waarin alles dat zich in dat universum bevindt, zich ontwikkeld heeft op basis van toevallige ontwikkelingen. We gaan ervan uit dat alles in dit universum, zolang het bestaat, onafhankelijk van ons bestaat. Onze buurman, onze zon, ons eigen lichaam is er ook wanneer we het niet waarnemen. Dit is vanzelfsprekend. Immers, hoe zou het anders mogelijk zijn dat we keer op keer opnieuw opduikt? De 2 ligt ten grondslag aan ons geloof in een objectief, dat wil zeggen onafhankelijk van onze waarneming, bestaande materiële werkelijkheid. De 2 symboliseert de realiteit van tijd en ruimte, waarin alles op afstand van elkaar staat. Als ik naar de laptop kijk waaraan ik nu zit te typen, dan wijst er alles erop dat dat ding gescheiden van mij is. Dus niet ik is. Ik zie hoe ik met mijn armen en handen een afstand van zo'n 30 centimeter moet overbruggen om bij je toetsenbord te komen. En afhankelijk van de snelheid waarmee ik deze beweging uitvoer, kan ik een kortere of langere tijd meten die ik nodig heb om mijn handen naar het toetsenbord te brengen. Wanneer ik de kamer uitloop waarin ik zit te schrijven en deze even later weer binnen ga, dan staat alles er zoals ik het een moment geleden heb achtergelaten. Kortom, alles wijst erop dat ik mij in een onafhankelijk van mij bestaande ruimte bevind, waarin zich onafhankelijk van mij opstaande bestaande objecten bevinden. Een kenmerk van deze manier van in de wereld zijn, is dat iedere levensvorm een standpunt inneemt. Een standpunt kan gezien worden als een geheel van coördinaten in tijd en ruimte, die bepalen wat er zich principieel in je gezichtsveld, en ruimer genomen, in je leven kan afspelen. Het is ieder van ons inmiddels een vanzelfsprekendheid dat de mogelijkheden en beperkingen van dit standpunt verder bepaald worden door zaken als opvoeding, erfelijkheid, cultuur, karakter, toeval, etc. Omdat onze standpunten verschillen, verschillen we ook van mening over vele zaken. Door de geschiedenis heen zijn er vele pogingen gedaan
om een principe of systeem te vinden waarmee deze tegenstrijdigheden en verschillen kunnen worden opgeheven of gesynthetiseerd tot een samenhangend, harmonieus geheel. Sommigen zijn ervan overtuigd hierin geslaagd te zijn. Anderen zijn kritisch. Ze wijzen op het repressieve, onderdrukkende karakter van denksystemen, die afbreuk doen aan de diversiteit en pluriformiteit. Anderen ontkennen zelfs principieel het bestaan en de mogelijkheid van een dergelijk ordenend principe of systeem. Immers, elke poging tot ordening blijft zuiver subjectief. Je kunt nog zo overtuigd zijn van je eigen zienswijze, het blijft echter jouw eigen persoonlijke perspectief dat niet voor anderen hoeft te gelden. Er zijn al vele pogingen gestaakt om een eenheidsscheppend systeem te ontdekken of te creëren. Getekend door het stempel van de twee, vertonen onze samenleving en wetenschap een alsmaar grotere specialisering, splitsing, fragmentering. Als er al een kristal zou bestaan, dat als eenheid bijna oneindig veel facetten heeft, dan is het in zoveel stukjes versplinterd dat het nooit meer lukt ze samen te voegen tot het oorspronkelijke geheel. Bovendien, de nog steeds verder exploderende veelheid brengt zo'n grote cognitieve en emotionele informatiedichtheid met zich mee, dat het de mogelijkheden en tolerantie van de mens ver te boven gaat. Dat weet iedereen die te veel op het internet zit. We kunnen eenvoudigweg niet omgaan met zoveel verschillende gegevens. Afscheiding en isolering zijn het gevolg en een voorwaarde om de leefbaarheid van ons eigen individuele bestaan en onze kleine sociale eenheden te garanderen. Wie in een gebarsten spiegel kijkt, wordt geconfronteerd met een niet te managen veelheid en diversiteit. Sommige spiegelsplinters laten zich groeperen. En wie creatief is, slaagt er ook in meerdere van deze groepjes op een samenhangende manier met elkaar in verband te brengen. Een glad spiegeloppervlak krijg je er echter niet mee terug. Na de hoogmoed komt de val? Is het principieel onmogelijk om een allesomvattend denkkader te vinden? Moeten we leren omgaan met het feit dat de twee, de scheiding, de onverzoenbaarheid, het conflict, de naakte basis van ons bestaan vormt? Maar misschien is er een alternatief, een radicaal andere weg. Een manier van kijken die zo anders is, dat ze niet vermoed werd en daarom onopgemerkt is gebleven. Het is een alternatief dat zich nooit in de spiegel laat vinden, maar enkel via de vraag naar degene die in de spiegel kijkt. Wie ben ik? Maar is deze vraag dan nog niet beantwoord? We hoeven niet lang in de spiegel te kijken om te ontdekken dat er al vele antwoorden zijn gegeven vanuit de biologie, psychologie, sociologie, filosofie. Voor een steeds groter wordende groep mensen staat vast dat ik uiteindelijk begrepen kan worden als het product van evolutie. Een proces waarin toevallig ontstane en eenvoudig gestructureerde levenloze materie zich door een miljoenen jaren lang proces van aanpassing op grond van toevallige mutaties in de materie heeft ontwikkeld tot de mens die we nu zijn. En hoe complex en facettenrijk een mens ook is, met al zijn cultuur, gevoelens en gedachten, uiteindelijk is dit allemaal te begrijpen in termen van chemische, biologische processen. Ons hele handelen, voelen en denken wordt geproduceerd in en door die grijze kwab in onze schedel. Beschadigd of vergaat deze kwab, dan worden ook de menselijke mogelijkheden ingeperkt of ze houden op te bestaan. Als ik in het vervolg van mijn verhaal betoog dat er een alternatieve zienswijze is, die radicaal verschilt van de antwoorden die ik zojuist heb samengevat, dan is het niet mijn bedoeling om alle antwoorden die in de spiegel worden gegeven buitenspel te zetten of als onjuist te bestempelen. Alle facetten van de spiegel zijn belangrijk. Het gaat er niet om bepaalde splinters weg te gooien, maar op een geheel nieuwe manier naar ze te leren kijken en samen te voegen. Een radicaal nieuwe zienswijze. Totaal anders leren kijken. Hoe doe je dat? Het begint met de vraag naar degene die in de spiegel kijkt.
In plaats van de aandacht te richten op alle boeken, colleges, video's die beschikbaar zijn, kortom alle informatiebronnen die we in onze wereld tegenkomen, stellen we de vraag naar degene die al deze stukjes informatie tot zich neemt. Preciezer nog, we stellen de vraag hoe deze informatie tot ons komt. We hebben hierboven gezien dat de massa overtuigd is van de realiteit van de twee. Dit lijkt op het eerste gezicht ook een hele gezonde overtuiging. Een voorbeeld. Ik neem een boek in de hand. Dit boek ben ik niet. Het maakt geen deel uit van mijn lichaam. Ik weet van tevoren ook niet wat erin staat. En als ik het opberg en op een later moment tevoorschijn haal, is het alweer. Al deze waarnemingen bevestigen de realiteit van een materieel universum, waarin ik mij als materiële levensvorm een tijd lang leef en waarmee ik in contact kan treden. Ik ben niet het boek dat ik lees. Het boek is wezenlijk iets anders dan ikzelf. Als lichamelijke levensvorm gezien, markeert mijn huid de grens van wie ik ben. Daarbuiten bevindt zich iets dat ik niet ben. Deze wezenlijke scheiding is de oorzaak voor de hele dynamiek van het leven. Honger, verzadiging. Ongemak, welbevinden. Nieuwsgierigheid, wijsheid. Juist omdat we een vergankelijk, beperkt standpunt vertegenwoordigen in een wezenlijk vreemde wereld, sommige zaken worden gaandeweg weliswaar vertrouwd, maar blijven niettemin niet ik, ervaren we ons bestaan als een poging om voor onszelf een eenheid te herstellen, een situatie van leefbaarheid en welbevinden te creëren. Misschien ben je benieuwd naar deze nieuwe manier van kijken. Maar misschien vraag je je af wat het probleem eigenlijk is. Waarom zou je vragen stellen over zaken die overduidelijk zijn? Waarom twijfelen aan dingen die iedereen toch ziet en als waar accepteert? Nogmaals, het gaat er niet om het ene wereldbeeld, het materialisme, weg te gooien en te vervangen door iets nieuws. Dat zou het probleem alleen maar verplaatsen. We kiezen dan een ander spiegelfragment, maar blijven dan zitten met de vraag hoe dit nieuwe fragment samenhangt met alle andere fragmenten, andere zienswijzen. Het gaat er niet om de spiegelstukjes met elkaar te vergelijken, maar een standpunt buiten de spiegel te vinden. Een standpunt dat hiërarchisch hoger staat en qua mogelijkheden ook hoogwaardiger is dan de perspectieven die de spiegelfragmenten vertegenwoordigen. Hoogwaardiger omdat dit nieuwe standpunt holistisch is en synthetiserend werkt. Om te vereenvoudigen symboliseren we onze eeuwenlange poging om kennis te vergaren over het universum en een leefbare wereld te creëren met iemand die een boek leest. Het maakt niet uit of je als wetenschapper met een microscoop of telescoop zoekt naar samenhangen op micro- of macroniveau, of dat je als vuilnisman containers ophaalt om in je levensonderhoud te voorzien. Ieder van ons is in zijn omgang met de wereld voortdurend in contact met zijn omgeving. Dat kan min of meer passief door te observeren of actief scheppend door iets in de wereld te veranderen. Dit kan allemaal worden gesymboliseerd door het lezen van een boek. Ik word als lezer geconfronteerd met een object dat ik herken als niet-ik en ik probeer het mij eigen te maken door het te lezen. Hiervoor moet ik erin bladeren en de informatie die erin staat tot me nemen. Wanneer ik me in het vervolg van dit verhaal beperk tot het voorbeeld van de lezer en het boek, kun je er elke menselijke rol en activiteit en elk mogelijk object voor in de plaats stellen. Wat vindt er plaats wanneer we een boek lezen? 1. Alle informatie die ik over het boek kan vergaren, zowel de fysieke eigenschappen van het boek op zich, als de inhoud ervan, komt tot mij via mijn zintuigen en kan worden begrepen in termen van mijn 5 vormen van gewaarworden: zien, horen, ruiken, voelen, proeven. 2. De wereld die we waarnemen, voor waarnemen, bestaat uit datgene dat onze ogen zien, onze oren horen, onze neus ruikt, we met onze handen en andere lichaamsdelen met tastzin voelen en met onze mond proeven. 3.
Voor onze kennis van en omgang met de wereld zijn we afhankelijk van onze vijf zintuigen. En we nemen deze wereld waar op de manier zoals zij door onze zintuigen aan ons wordt gepresenteerd. De opbouw en deugdelijkheid van je zintuigen bepalen dus wat je waarneemt. Als je verkouden bent, is een deel van de werkelijkheid niet toegankelijk. Hetzelfde geldt voor brildragers die hun bril kwijt zijn of mensen met een gehoorbeschadiging. Een hond neemt meer waar van de werkelijkheid omdat hij een gevoeligere neus heeft dan de mens. Onze zintuigen bemiddelen dus tussen ons en de werkelijkheid. 4. Laten we dit schema verduidelijken aan de hand van het zien. Let op. Betrek de volgende informatie op jezelf. Probeer jezelf te begrijpen vanuit het officiële verklaringsmodel van de waarneming dat ik hieronder samenvat. Trek de uitleg aan als een tweede huid en voel hoe het is om te leven vanuit dit wereldbeeld. Als ik een boek lees, gebeurt er wetenschappelijk gezien het volgende. Er valt licht uit een lichtbron, de zon of een lamp, op een boek. Een deel van dit licht wordt door het boek geabsorbeerd. Een ander deel wordt weerkaatst en bereikt het oog van degene die het boek leest. Het licht dringt door de ooglens, wordt gebroken en gefocust aan de achterzijde van het oog. Zie onderstaande afbeelding. B. Het licht wordt omgezet in elektrische signalen die via neuronen worden getransporteerd naar het visuele centrum en de achterzijde van de hersenen. Het eigenlijke zien vindt op deze plek in de hersenen plaats. Alles wat we tijdens ons leven zien, wordt beleefd in deze kleine en donkere plek in de hersenen. Zowel de tekst die je nu leest, als het adembenemende landschap dat je waarneemt als je in de Franse Alpen wandelt, passen in deze ruimte van enkele kubieke centimeters achter in je hersenen. Zie de afbeelding. C. Als we zeggen dat we het boek zien, zien we in werkelijkheid het effect dat het door het boek weerkaatste en in neuronen omgezette licht heeft op onze hersenen. Als we het boek zien, zien we in werkelijkheid de elektrische signalen in onze hersenen. Onze hersenen bevinden zich in een donkere, gesloten ruimte. Hierdoor kunnen onze hersenen nooit in contact komen met het eigenlijke licht, zoals we dat menen waar te nemen. Kijk maar eens recht in een lamp of in de zon. Word je bewust van de felheid van dit licht en stel je dan het binnenste van je schedel met daarin je hersenen voor. Het felle licht dat je overduidelijk waarneemt, kan niet doordringen in je schedel, zoals je met een zaklamp door de kier van een donkere ruimte kan schijnen om deze te verlichten. Voorbeeld. Als we naar het licht van een brandende kaars kijken, is het in het binnenste van onze schedel en hersenen stikdonker. Het licht van de kaars verlicht op geen enkel moment onze hersenen en ons visueel centrum daarin. Toch zien we een kleurrijke en heldere wereld in onze donkere hersenen. Ik kom nou even los van de tekst. Meestal gaan we ervan uit dat onze zintuigen, ik beperk me nou even tot het oog, gezien kunnen worden zoals bijvoorbeeld een raam. Als een raam gepoetst is en volledig schoon is, dan is voor ons overduidelijk dat het raam geen enkele belemmering vormt voor degene die er doorheen kijkt. Als ik naar de boom in mijn tuin kijk, dan zie ik die op precies dezelfde manier als ik door de ruit zou kijken, dan wanneer er helemaal geen glas in het raam zou zitten. En we gaan er eigenlijk vanuit dat onze zintuigen op dezelfde manier transparant en objectief zijn als het raam zelf. Maar we zien nou eigenlijk al op basis van het verklaringsmodel dat die transparantie er niet is. Want alle informatie van buitenaf, of dat nou lichtdeeltjes zijn of geluidsvormen, die worden omgezet in elektrochemische signalen. We hebben dus nooit een direct toegang tot de wereld buiten ons, maar moeten het eigenlijk altijd doen met de manier waarop de buitenwereld door onze hersenen wordt gerepresenteerd, opnieuw voor ons wordt gesteld. Ik keer nu terug naar de tekst. Hetzelfde geldt voor al onze andere zintuigen, gehoor, tast, reuk en smaak.
Datgene wat we horen, voelen, ruiken en proeven bereikt onze hersenen in de vorm van elektrische signalen. We worden gedurende ons hele leven dus nooit met de originele objecten en situaties geconfronteerd die we buiten ons menen waar te nemen, maar met een elektrische kopie ervan in ons. We menen ten onrechte dat deze kopieën de echte objecten en situaties buiten ons zijn. Alles wat we waarnemen, bomen, planten, maar ook planeten en melkwegstelsels, zijn slechts een geheel van elektrische signalen in onze hersenen. De valkuil is nou dat je deze informatie misschien interessant vindt en voor een deel misschien ook na kunt voltrekken, maar niet op jezelf betrekt. Maar probeer je jezelf, stop eens eventjes en probeer jezelf nou eens eventjes echt te zien en te ervaren zoals de wetenschap je vertelt dat je bent. Doe bijvoorbeeld eens één oog dicht en kijk naar je neus. En terwijl je naar je neus kijkt, word je je bewust van het feit dat je ogen je een stukje achter de neus bevinden en dat hier achter die ogen de hersenen zijn, die via de oogzenuw met de ogen verbonden zijn. En word je nou eens bewust van het feit dat je dus volgens de wetenschap puur en alleen dit stuk vlees bent wat je in plakjes kunt snijden. En word je tegelijkertijd ook bewust van het feit dat alle informatie die van buiten schijnt te komen via die zintuigen in je binnenkomt, maar dat jouw hersenen eigenlijk een black box, een volledig gesloten donker systeem vormen. En dat je dus, hoewel het er wel op lijkt, nooit direct in contact treedt met de wereld. Die ogen zijn niet die schoon gepoetste ramen waar je zonder belemmering doorheen kijkt. Het zijn een soort sensoren die iets van buiten opvangen en het in een bepaalde manier doorgeven aan de hersenen die het voor ons op een bepaalde manier representeren, voor ons neerzetten. Het is heel belangrijk dat je deze informatie echt aantrekt als een jas, als een tweede huid. Anders blijft dit gewoon alleen maar interessante theoretische informatie, maar het doel is echte zelfkennis. Wie ben ik? Jezelf leren te verstaan, te begrijpen, door jezelf te confronteren met de kennisfragmenten, met de kennis die er al over onszelf is, en deze te toetsen met je echte waarneming, met je eigen persoonlijke waarneming. Een voorbeeld. We nemen een vogel waar in de wereld buiten ons. In de werkelijkheid bevindt deze vogel zich niet buiten ons, maar in onze hersenen. De lichtdeeltjes die door de vogel worden gereflecteerd, bereiken ons oog en worden omgezet in elektrische signalen. Deze signalen worden via neuronen getransporteerd naar het visuele centrum in de hersenen. De vogel die we buiten ons zien, is in werkelijkheid de elektrische signalen in onze hersenen. Als de gezichtszenuwen zouden worden doorgesneden, zou ook het beeld van de vogel verdwijnen. Hetzelfde geldt voor de vogelgeluiden die we horen of het gevoel van de veren als we de vogel vast zouden houden. Wanneer de verbindingen van het betreffende zintuig wordt verbroken, houdt de waarneming op te bestaan. Zie onderstaande afbeelding. Een vogel die we waarnemen, zijn vorm, kleur, geluiden, etc., is niets anders dan de interpretatie van elektrische signalen door onze hersenen. Tenminste, dat wil de wetenschap ons doen geloven. Ik sprak aan het begin over het gevoel van afstand, dat een van de zaken is die ons geloof in een materialistisch wereldbeeld in stand houdt. Op grond van het voorgaande wetenschappelijke model van de zintuigelijke waarneming moeten we echter deze opvatting herzien. Wanneer ik om me heen kijk, is het voor mij overduidelijk dat mijn laptop dichterbij is dan het raam aan de andere kant van de kamer. Dit kan ik eenvoudig bewijzen, bijvoorbeeld door de afstand tussen mij en beide zaken te meten, of te ervaren door de afstand met mijn lichaam te overbruggen. Als de wetenschappelijke verklaring van de zintuigelijke waarneming echter juist is, is dit gevoel van verschil en afstand een illusie, namelijk: zowel de laptop op 30 centimeter afstand als het raam op 2 meter afstand
bevinden zich als elektrische signalen op precies dezelfde plek in mijn hersenen. Iemand die met een telescoop naar sterren kijkt, die zich op miljoenen jaren afstand buiten hem schijnen te bevinden, ziet de interpretatie van elektrische signalen in zijn hersenen. Zo gezien bevindt het hele universum zich in jou. Als je in de woonkamer op de bank naar een film op tv zit te kijken, bevind jij je niet in de woonkamer, maar de woonkamer bevindt zich in jou. Doordat we ons eigen lichaam waarnemen, het lichaam waarvan we overtuigd zeggen, dat ben ik, menen we ons in de kamer te bevinden die we buiten om ons heen zien. Maar ons lichaam is echter net zozeer een beeld dat in onze hersenen wordt gevormd. Tot nu toe hebben we steeds gesproken van een externe wereld buiten ons en een wereld van geïnterpreteerde elektrische signalen waarnemingen in ons. Op grond van het voorgaande is echter meermaals duidelijk geworden dat we nooit in aanraking komen met een externe wereld buiten ons. We kunnen onze afgesloten schedel immers niet verlaten. Hoe kunnen we er dan zo zeker van zijn dat er een externe wereld buiten ons bestaat? Zie de afbeelding. We doen een gedachte-experiment. Stel je voor dat je hersenen zich in een vat met conserverende vloeistof bevinden en kunstmatig in leven worden gehouden. In plaats van verbonden te zijn met je ogen, oren en andere zintuigen, zijn je hersenen in deze situatie aangesloten op een computer. Deze computer stuurt dezelfde elektrische signalen naar je hersenen die ze normaal van je zintuigen zouden ontvangen. Het resultaat is dezelfde wereld in kleuren, geluiden en geuren zoals we die zouden waarnemen wanneer de elektrische signalen van een echte wereld buiten ons zouden komen. Met het juiste computerprogramma worden jouw hersenen ervan overtuigd dat ze puntje, puntje, puntje zijn. Eigen naam invullen. Die nu deze tekst leest. We zouden ons nooit realiseren slechts hersenen in een bak met vloeistof te zijn. Zie de afbeelding. Op grond van het voorgaande moeten we concluderen dat het een illusie is om te denken dat de wereld die we waarnemen werkelijk buiten ons bestaat en dus niet ik is. Let op, dit is heel belangrijk. Je hoeft niet te twijfelen aan het feit dat je de wereld ervaart alsof deze onafhankelijk van jou buiten jou bestaat. Dit heeft namelijk een belangrijke reden, daar kom ik straks op terug. Het is echter van belang om te beseffen dat deze scheiding tussen ik en niet-ik virtueel is en plaatsvindt binnen iets dat zelf één en ongedeeld is, namelijk geest. En ik ben me ervan bewust dat het woord geest allerlei bijklanken heeft, maar ik bedoel het in een hele nuchtere zin en ook daar kom ik straks op terug. Als je droomt, kun je 100% realistisch de indruk hebben door een landschap te lopen dat je kunt zien en voelen. In de werkelijkheid is er echter geen landschap, nog een oog dat ziet en een hand die voelt. Dit doet echter niets af aan de werkelijkheid van de ervaren wereld, zolang je deze zelf droomt. Pas op het moment dat je wakker wordt, besef je dat je gedroomd hebt en dat de in de droom ervaren wereld niet echt was. Zie deze afbeelding. Als we in een droom overtuigd kunnen zijn van een wereld die slechts een illusie is, die ophoudt te bestaan wanneer we wakker worden, kan dit ook het geval zijn met ons normale waakbewustzijn. En nogmaals, let op, dit doet niets af aan het feit dat de wereld die gedroomd wordt, zolang deze gedroomd wordt, volledig echt en reëel ervaren wordt. Het is goed mogelijk dat dit eveneens een droomtoestand is. Dat wil zeggen een hyperrealistische waarneming van onszelf als figuur in een wereld buiten ons, die echter beide niet bestaan los van de droomtoestand. Dit is wat we een virtuele wereld noemen. Het gegeven van de droom is van wezenlijk belang in een mensenleven, omdat het ons het patroon toont van de virtualiteit van ons als reëel waargenomen fysieke bestaan. Het voorgaande roept de volgende hamvraag op. Wie is de uiteindelijke dromer?
Wie of wat is het die zich op verschillende niveaus waarneemt als een persoon in een wereld die zich buiten hem schijnt te bevinden? En wat is de zin van deze virtuele realiteit? Tot nu toe zijn we steeds uitgegaan van onze hersenen als waarnemende instantie. Echter, op grond van het voorgaande kunnen we onze hersenen niet exclusief als een werkelijk feit zien, terwijl alle andere waarnemingen door onze hersenen ontmaskerd moeten worden als subjectieve interpretaties van een schijnbaar externe wereld buiten ons, waarvan we niet eens zeker weten of deze wel bestaat. Niemand heeft zijn eigen hersenen ooit gezien. En het beeld dat we van hersenen hebben zou, volgens het besproken model, op precies dezelfde manier tot stand komen als alle andere waarnemingen en daarmee een virtuele illusie zijn. Zie de volgende afbeelding. Nogmaals, wanneer de hersenen een virtuele illusie worden genoemd, wil dat niet zeggen dat je geen hersenen kunt waarnemen, bijvoorbeeld wanneer je hersenchirurg bent. Ook kun je als neuroloog onderzoeken hoe deze hersenen functioneren. Wat je echter niet meer kunt volhouden, is dat uiteindelijk deze hersenen het zijn die de bron vormen van onze gedachten, gevoelens en waarnemingen. Maar wat is dan de functie van onze hersenen? Hoewel ik het antwoord hier op grond van ontbrekende achtergrondinformatie over het nieuwe wereldbeeld eigenlijk nog niet kan geven, wil ik het toch kernachtig samenvatten. Het fenomeen hersenen en alle kennis die we er op dit moment over menen te hebben, is een projectie van het stadium waarin de geest zich op dit moment in zijn gereduceerde vorm als puntje, 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 je eigen naam invullen, waarneemt. Let op, geest is niet hersenen. Geest is de niet waarneembare, voorstelbare en denkbare synthese van het waarneembare subject, waarnemer en object, datgene dat wordt waargenomen. Ik kan mijzelf waarnemen als een fysiek lichaam. Als ik naar mezelf kijk, duidt alles erop dat ik in dit lichaam zit. En als waarneembaar lichaam kan ik een ander waarneembaar object waarnemen, bijvoorbeeld dit koffiekopje. Maar wat ik bedoel te zeggen, is dat ik datgene ben in de kern wat beide waarneemt, zowel het lichaam als het kopje. En deze waarnemer is zelf niet materieel. Alleen worden we met zo'n mate van hyperrealiteit geconfronteerd met objecten en identificeren we ons zo met het lichaam dat we menen in het lichaam te zitten. En daarmee vervallen we ook aan de illusie dat ons hele denken, voelen en handelen op een of andere manier in onze hersenen geworteld is. Elk object of elke situatie die we waarnemen is een fragment van de gebroken spiegel. Ook ons eigen lichaam is zo'n fragment. Zolang we dus menen dat ons denken en voelen en handelen gereduceerd kan worden tot hersenactiviteit, identificeren we ons met een spiegelfragment en miskennen we het feit dat we degene zijn die voor de spiegel staat en erin kijkt. Er is maar één geest. Zolang deze zichzelf niet fragmenteert, blijft hij voor zichzelf onbewust en zonder ervaring. Deze ene geest breekt zichzelf simultaan, gelijktijdig, op oneindig vele manieren in oneindige vele perspectieven. En elk perspectief meent, zolang het zich niet herinnert dat het eigenlijk geest is, een zelfstandig lichamelijk ik te zijn, dat samenleeft met vele andere zelfstandige lichamelijke ikken. Ik wil nu een stuk tekst voorlezen wat ik op de site www.derglücksmacher.de gevonden heb. Het staat er nou niet meer op. Maar ik heb het vanuit het Duits en het Nederlands vertaald. Het refereert aan Adam en Eva uit de Bijbel. En ik betreed nou een gebied wat eigenlijk heel veel extra uitleg behoeft. Maar die tijd en die ruimte heb ik op dit moment niet. Ik wil dus alleen het volgende eventjes aanduiden. Dat je onder andere de Bijbel niet moet lezen als een geschiedenisverhaal, een plaatjesverhaal of een onzinnig verhaal. Maar als een in een verhaal gegoten
beschrijving van hoe ons eigen bewustzijn, hoe geest zich ontwikkelt en tot wereldwaarneming komt. En Adam en Eva moeten in de eerste plaats dan ook niet beschouwd worden als fictieve of historische personen die zich op een bepaalde manier in een bepaald gebied gedragen hebben, maar als gepersonificeerde aspecten van je eigen geest. Dus als je leest over de gebeurtenissen van personen in de Bijbel, dan betreft het eigenlijk altijd jouzelf. Het is je eigen ontwikkeling die in een beeldverhaal gegoten is. Hou dat in het achterhoofd bij het beluisteren van de volgende tekst. Stel je voor dat je voor een spiegel staat en erin kijkt. Je ziet dan overduidelijk een ruimte waarin zich een mens bevindt en beweegt, jouw spiegelbeeld. Je weet echter ook dat zich voor jou geen werkelijke ruimte bevindt. In het platte vlak van de spiegel is er geen werkelijke diepte, geen ruimte. Wanneer je je nu voorstelt de mens in de spiegel te zijn en in de spiegel kijkt, in de richting van de voor jou echte wereld, wat zie je dan? Probeer die vraag eens voor jezelf te beantwoorden. Waar kijk je dan echt naar? Adam is de waarnemende geest. Hij is, van Adam en Eva, degene die zelf zonder vorm is, maar alles ziet wat vorm heeft. Adam is degene die voor de spiegel staat en zo het leven in de spiegel creëert door het waar te nemen, als waar aan te nemen. Zonder waarnemer is er namelijk niets. Adam is de getuige. En hier is het Duits eigenlijk een helderder. Zeuge, getuige. Bezeugen, getuigen. Trouwzeuge, degene die de getuige is in een huwelijk tussen man en vrouw. Adam en Eva, denker en waargenomen wereld. De getuige is degene die erbij is als man en vrouw elkaar eeuwige trouw en verbintenis beloven. En deze verbintenis tussen man en vrouw, die symbolisch wordt uitgedrukt in de Bijbel, is die tussen de niet waarneembare denker en de waargenomen wereld. Op het moment dat je vergeet dat er enkel wereld is, werkelijkheid, voor een waarnemer, ga je vreemd. Voltrek je een breuk tussen jou en de symbolische vrouw. In het Latijn heb je het woord testis voor getuigen. En dan krijg je een heel, als je met taal gaat spelen, krijg je hele interessante samenhangen te zien, namelijk denk eens aan testikels, de zaadballen. Die organen waarin zich de basis voor nieuw leven zou bevinden. Testis. Testis is ook de getuige in het Latijn. Dus er is op het vlak van de taal al een verband tussen getuigen, tussen waarnemer van iets zijn, getuige van iets zijn en het zeugen, het tot stand brengen zelf. We gaan er eigenlijk steeds meer vanuit dat waarneming, of ja, ook niet helemaal, maar dat waarneming in grote zin een passieve act is. Terwijl hier in dit nieuwe wereldbeeld eigenlijk benadrukt wordt dat het een actieve act is. Je creëert wereld. Terug naar de tekst. Let op, de wereld bestaat enkel in de spiegel. De wereld heeft buiten de spiegel geen vorm of kenmerk. Buiten de spiegel is het geen wereld, maar de oorzaak voor alles wat in de spiegel te zien is. Pas als de ene ongefragmenteerde zichzelf versplintert, splitst hij zich op in een waarneembare waarnemer, ik als fysiek lichaam, en een waarneembaar object, bijvoorbeeld dit koffiekopje. Zolang ik mij identificeer met mijzelf als lichamelijke waarnemer, zit ik in de droom. Ik word wakker op het moment dat ik besef dat ik degene ben die beide zich uitdenkt, ausdenken in het Duits, naar buiten toe denkt. Alles wat je in de spiegel kunt waarnemen is Eva. Eva kijkt echter niet naar Adam, die zich voor de spiegel bevindt, maar van hem weg en verliest zich verder in de spiegelwereld.
Zo breidt zich deze spiegelwereld steeds verder uit en is Eva er alleenheerser. Zij dwingt Adam eveneens steeds dieper in de spiegel te kijken en zich erin te verliezen, totdat Eva volledig verloren is en Adam daarmee ook. Hij moet namelijk alles als eeuwige waarnemer beleven wat hij ziet. Adam zal nooit ophouden van Eva te houden, dat wil zeggen haar met zijn energie te voeden. Maar pas wanneer Eva zich omkeert en zich bewust wordt van de spiegel en haar blik richting Adam keert, kan ook hij weer invloed op haar nemen. Voor de spiegel is de pluspool en in de spiegel bevindt zich de minpool. Maar waar is dan de nul, het evenwicht? Stel je eens de spiegel zelf voor, het platte vlak, als scheidslijn tussen de echte wereld en de spiegelwereld. In het midden wacht God op zijn eigen geboorte. Als Adam met Eva versmelt en beseft dat er nooit een wereld voor de spiegel en een spiegelwereld in de spiegel was. Het enige wat werkelijk is, is God als spiegel zelf. Tot slot wil ik het volgende gedicht nog voorlezen, waarin op symbolische wijze heel veel van de inzichten die ik in deze video besproken heb, zijn weergegeven. En datgene wat in het voorgaande als de verhouding tussen Adam en Eva wordt uitgedrukt, is in dit gedicht uitgedrukt als de relatie tussen zon en maan. En dan zijn er een aantal aspecten die je eventjes in het achterhoofd moet houden. De zon als lichtbron staat hierarchisch boven de maan. De maan zelf geeft geen licht. De maan kan enkel het licht van de zon weerkaatsen. Is in die zin dus ondergeschikt. De zon maakt een wereld vol met kleuren mogelijk. En in de nacht, als we enkel het licht van de maan hebben, zien we alles in zwart en wit. In deze symboliek zit dus al een niveauverschil besloten, namelijk tussen een, ik noem het maar eventjes, een werkelijkere wereld en een begrensde projectie ervan. Het is ook niet voor niets dat de maan vaak gekoppeld wordt aan de vrouw. Denk ook bijvoorbeeld aan de menstruatiecyclus van de vrouw die gekoppeld is aan de maan. En de zwangerschap die op een of andere manier gemeten kan worden in de tijd van de maan. De maan is in heel veel mythologieën en religies wordt gezien als het vrouwelijke aspect. Als het vormgevende aspect. Als het aspect van de nacht, als het aspect van de begrenzing, waar de zon eigenlijk staat voor de werkelijkheid. Dit gedicht lees ik nou voor, maar dat is eigenlijk iets wat je als een kristal op je moet laten inwerken, door het in alle stilte te draaien en de verschillende aspecten ervan te zien. Want de kennis die in dit gedicht, en dat bedoel ik niet met een bepaalde verhevenheid, maar dat is de eigen aard van gedichten, dat het als een zippenstand op een computer gecomprimeerd informatie bevat, die er pas uitkomt als je het vanuit verschillende manieren bekijkt en het langzaam uitpakt. Je moet het op je laten werken. Schau, sagt der Tor, wie der Mond dort am Himmel tarnt sein pockennarbiges Gesicht und schamlos sich schmückt, indem er gestohlen den Widerschein des goldenen Sonnenlicht. Schau, wie er spinnt aus deinen leuchtenden Strahlen, fleißig Mess und Nabelschnur. Dein Licht ist für ihn doch viel zu schade, dieses Wundmal urmütterlicher Fraktur. De Tor, de Dwaas, wijst hier op de maan. Die zijn pokdalige gezicht probeert te verbergen. En op welke manier? Door het licht van de zon te stelen. Dus in het lelijke pokdalige gezicht van de maan wordt eigenlijk al de ondergeschiktheid aan de zon uitgedrukt. En je moet het waardevrij zien, maar meer hiërarchisch bepaalde aspecten van de werkelijkheid uitdrukkend. De maan kan zijn ondergeschikte natuur alleen verhullen door te pronken met het licht van de zon en te doen alsof het zijn eigen licht is. En op het moment dat de maan het zonlicht steelt en naar de aarde projecteert, zit in die symboliek al het meten vervat. Mes und Nabelschnur. Nabelschnur is de navelstreng.
De maan, het draaien van de maan, de vrouwelijke cyclus, het licht van de maan, de maanwereld is ook verbonden met de vormwording, met het geboren worden in deze wereld. Dus de maan trekt eigenlijk het zonlicht uit een hogere wereld naar beneden en gebruikt dit symbolisch gezien om vormwording, om onder andere menselijk leven hier mogelijk te maken. En het gaat daarbij ook nog prat op zijn eigen status. Het miskent eigenlijk de hogere status van de zon door te zeggen, doordat de dwaas zegt, dein licht, het zonnelicht, dein licht is voor ihn doch viel zu schade, dieses wundmal urmütterlicher Fraktur. De dwaas, ik moet het omgekeerd zeggen, de dwaas levert hier een kritiek op de maan door te benoemen dat de maan het licht van de zon steelt. En het zegt toch eigenlijk tegen de zon, zie je dan niet wat hier gebeurt? Jouw licht, hè, licht van de zon, is toch eigenlijk veel te hoogwaardig voor de maan? Dieses wundmal urmütterlicher Fraktur. Een wundmal is een litteken. Een litteken van een breuk, van een wond, die door de oermoeder, door het eerste vrouwelijke principe, de eerste vormwording tot stand is gebracht. Met de schepping, met het komen van wereld, ontstaat er dus een breuk, ontstaat er een litteken. Bijbels gezien vindt er ook een val plaats, een omlaag komen van een hoger naar een lager niveau. En dit is, moet je niet in de kerkelijke zin zien van alsof daar iets verkeerd is gegaan, of dat er iets slechts is geweest, of dat het hele verhaal van de erfzonde. Enkel door te vallen, enkel door het paradijs te verlaten, is deze wonderlijke wereld mogelijk. Het is dus allemaal ingebakken in het goddelijke plan dat Adam en Eva uit het paradijs verstoten werden. Dan gaat het, in het volgende gaat het weer over de maan. Er bricht und zerstückelt. Macht launisch und dehnt die erhabene Eins deiner Ewigkeit, zwingt es in Form und zerstreut es auf Erden in den vier Phasen deiner Mondeszeit. Kann die Sichel nicht leiden, will nur für dich leben. Öffne für mich dein goldener Saal. Ich suche schon lange, aber kann es nicht finden. Nächtliches Dunkel verdeckt den heiligen Gral. In de eerste twee zinnen beklaagt de dwaas zich en legt eigenlijk uit hoe de maan het goddelijke zonlicht breekt en stukjes hakt. En hoe het licht van de maan ook launisch macht. Hoe het de verschillende buien, stemmingen teweeg brengt. En de verheven één van de eeuwigheid in de vorm dwingt, in de begrenzing dwingt. Het op aarde verstrooit in de vier fasen van de maantijd. Het getal 4 staat in heel veel tradities ook symbolisch voor de wereld van de vorm, van de begrenzing, van tijd en ruimte van de vrouw. En de dwaas beklaagt zich verder dat het de sikkel van de maan niet kan uitstaan, dat hij alleen voor de zon wil leven. En alsjeblieft open voor mij jouw gouden zaal. Ik zoek al zo lang, zegt hij, maar ik kan je niet vinden, want het donker van de nacht bedekt de heilige graal. Die kennis, dat systeem waarin alles te vinden is. En dan antwoordt de zon. Es dünkt mir du irrst dich, sprach die Sonne zum Tor. Da du schmähest den Mond und mir schmeichelst empor. Du kannst mir nicht blicken, denn ich würde dich blenden. Du wirst mich erst finden, durch mich von mir zu wenden. Je vergisst je, heel erg, zegt de zon. Je spreekt kwaad over de maan en je probeert mij honing om de mond te smeren. Maar je kunt mij als zon niet zien, want ik zou je verblenden. Je kunt me pas vinden wanneer je je van me afkeert. En daarmee is gezegd, om uiteindelijk het goddelijke bewustzijn te bereiken, moet je je in de wereld van de maan begeven. Alleen door die wereld van de vormwording te doorschrijden, enkel in het hier en nu in deze tijd ruimtelijke ervaring, door daar doorheen te gaan, kun je beseffen wat je in de kern eigenlijk altijd al was, namelijk degene voor de spiegel. Dus de dwaas wordt door de zon opgeroepen om zich van hem af te keren, om weg te lopen, om afstand tot hem te nemen. En met die afstand gaan we verder. Om nun zu erzeugen die größte Distanz, benutze ich den Trick der Dreidimensionalität.
Ich dreh mich auf links Fleischpuppentheater, damit die Null außer sich gerät. Der Mond, die Sichel, ist dabei sehr behilflich, indem er zersplittert mein farbloses Licht. Und während er mich vergewaltigt im Spiegel, erzeugt er für dich das Kolorit deiner Sicht. In het voorgaande hebben we een paar keer benadrukt dat we in een virtuele wereld leven. Maar waarom dan deze schijnwereld waarin we die niet echt blijkt te zijn? Waarom zouden we in een wereld geplaatst worden die hyperrealistisch echt is? Wat is daar het doel van? Alleen wanneer de ene niet waarneembare geest zichzelf versplintert en opsplitst in een waarnemer en iets dat waargenomen wordt, kan het leven gaan beleven. Er moet dus letterlijk afstand gecreëerd worden. Die grootste distans moest erzeugd worden. En om dat te doen, wordt de truc van de driedimensionaliteit toegepast. We worden in een schijnbaar driedimensionaal universum geworpen, om hyperrealistisch de ervaring te krijgen dat we verloren zijn, dat we niet goddelijk zijn. Ich dreh mich auf links. Links is met name in het Jodendom de richting van de materiële wereld. Rechts is die van de wereld voor de schepping, van de hiërarchisch hogere schepping. Als de hogere zich dus auf links dreht, verlaagt hij zichzelf dus. En ontstaat het Fleischpuppentheater. De werkelijkheid, de ervaring die we van onszelf hebben als fysieke individuen. En waarom dat alles? Zodat de nul, de eenheid, degene die niet waargenomen kan worden, außer sich gerät, buiten zichzelf treedt. En de maan, de sikkel, is daarbij zeer behulpzaam, omdat hij het kleurloze licht van de zon versplintert. Door het licht van de zon te stelen, daarin wordt symbolisch eigenlijk uitgedrukt, dat de wereld in de spiegel, de wereld van de fragmenten, kan ontstaan. En op het moment dat de zon verkracht wordt in de spiegel, door dat verkrachten, door dat schijnbaar gruwelijke gegeven, erzeugt er für dich das Kolorit deiner Sicht. Door het licht van de zon te stelen en het op een lager niveau te projecteren als maan, wordt deze wereld voor ons mogelijk gemaakt. Freu dich am nächtlichen Spiel dieser Schatten. Die Sichel schafft Vielfalt in jedem Bereich. Du darfst alles genießen, aber kannst du auch geben? Der Mond wird dich prüfen, deshalb sag ich's dir gleich. Nicht alles, was glänzt, ist letztendlich Gold. Also sei auf der Hut und verliere dich nicht. Mancher erstarrte durch Habgier und Angst und blieb deshalb stecken in der untersten Schicht. Deze wereld, er is niet zoiets als een zondeval die slecht is. Deze wereld, deze materiële wereld is niet slecht. Moet niet opgegeven worden door askese. Je mag je te buiten gaan in alles wat er is. Je mag alles genieten. De maan schept veelvoud in elk bereik. Kijk wat er allemaal om ons heen te zien is. Allemaal dingen die er te beleven zijn. Je mag alles genieten, maar kun je het ook geven? Kun je het ook opgeven? De maan zal je testen en daarom krijg je de volgende raadslag mee. Het getest worden wil niet zeggen dat je de wereld moet opgeven, maar je wordt getest op de volgende manier. Kun je de wereld genieten en hem tegelijkertijd belangeloos opgeven, omdat je weet dat je eigenlijk stamt uit een andere wereld? Niet alles wat glanst is uiteindelijk goud. Dus pas op en verlies je niet. Menig een verstarde door hebzucht en angst en bleef daarom steken op het onderste niveau. Daarmee zijn we terug bij de meest gangbare definitie van materialisme. Als je verblind wordt door deze wereld van consumptie, van hebben, van roes, verlies je het contact met je hogere zelf. Daarmee is niet gezegd dat deze lagere wereld slecht is en opgegeven moet worden, maar hij heeft wel een duidelijke functie. En die functie ervan is als spiegel te dienen en jezelf, je hogere zelf, te herkennen. En dat gaat met elkaar samen. Je mag alles genieten, je mag deze wereld ten volle beleven, maar je moet tegelijkertijd ook beseffen dat dat allemaal uiteindelijk ten doel heeft om jezelf, met een hoofdletter Z, terug te vinden.
Die Weiße, die Luna, sie ist meine Braut, untrennbar zusammen, ein Band, das nie bricht. Solange du Glück aber außerhalb suchst, ist verdammt diese Ehe und findest mich nicht. Mann und Frau ineinander verschlungen, so ist's auch im Großen mit Denker und Welt. Am Firmament stehen Mond und Sonne, von deren Geheimnis die Sprache erzählt. De Mann, de Frau ist de Bruid. En Adam, de Son, ist de Bruidegom. En die zijn ontrennbaar met elkaar verbonden. Maar zolang wij ons identificeren met ons lichaam, fysieke lichaam, zijn we volledig Eva. En is Adam eigenlijk op de tweede plaats gesteld. En we vergeten dat Eva er alleen maar is op grond van Adam. In de Bijbel staat ook ergens dat Eva gecreëerd is als een rib die uit Adam is genomen en weer in hem is teruggeplaatst. Dat duidt al op de ondersmakelijke samenhang tussen man en vrouw, tussen denker en waarnemer. Zolang je je geluk buiten jou zoekt, is deze band tussen man en vrouw verdoemd. En zul je jezelf niet terugvinden. Man en vrouw horen in elkaar verstrengeld te zijn. Niet alleen in fysieke zin, dat is een bijkomstigheid. Dat is op dit niveau ook de seksuele relatie tussen man en vrouw. Dat is iets wat op zichzelf genoten kan worden. Maar het is op dit vlak een uitdrukking van het feit, de aantrekkingskracht tussen man en vrouw, is op dit aardse vlak een uitdrukking van het feit dat de symbolische man en vrouw, de geest die zich opsplitst in waarnemer en het waargenomen, altijd al met elkaar verbonden zijn. Man en vrouw die in elkaar verstrengeld zijn, zo is het ook met de denker en de wereld. En aan de hemel staan de zon en de maan als getuigen, symbolische getuigen van deze relatie. En van die relatie, dat geheim wordt in de taal vertaald. Desto bezaubernder des mondes silberne helle, umso schwerer zu überschreiten meine göttliche Schwelle. Naarmate je meer in de ban bent van het maanlicht, naarmate je gevangen bent in de roes van de genieting van deze wereld, is het moeilijker om de goddelijke drempel te overschrijden en jezelf terug te vinden. En nogmaals, deze wereld is niet iets slechts, maar heeft wel een duidelijke functie. Ik hoop dat deze video je wat stof tot nadenken heeft gegeven. Ik heb heel veel informatie en heel veel abstracte en misschien voor jou nieuwe informatie heel kernachtig moeten samenvatten en ik heb hiermee eigenlijk een gebied geopend waar je je een leven lang mee kunt bezighouden. Ik hoop dat het je wat brengt. Bedankt voor het kijken.